Goedemorgen, welkom bij een nieuwe dag. Vandaag is dinsdag. Het is 10:55. Ik ben al een tijdje wakker. Ik was 7:30 aan het douchen. Ik werd wakker. Ik dacht, laat me vast gaan douchen. Ik ben toen verder gaan dutten. Want Ace en Lari sliepen zo lang. Ik dacht, laat me ze laten slapen. Dus dat heb ik ook gedaan. Ik wilde croissantjes maken met hotdogjes erin. Maar Lari was me voor, want ik was even nog aan haar liggen. Kijk. Dat is heerlijke croissantjes erin. Met worst erin. Oké, wat staat er op de planning van vandaag? Vandaag, ik moet mijn banen brengen naar de kapster, want ik ga het van me fixen. Ze woont ook hier ergens in de buurt. Voor de rest, ja. Komen Larry's collega's komen langs, want die hebben een cadeau voor Ace. En ja, dat is het eigenlijk. We moeten nog een set pillen halen voor Ace, want ik wil houden van als ik dingen op voorraad heb. En die waren op. Dat we hebben eigenlijk niet echt super veel dingen op te doen. Gewoon lekker chillen. En zoals je kan zien, I'm always tired. En ik heb, het is zo erg deze Black Friday en die Cyber Monday of zo. Ik heb echt zoveel dingen besteld. Terwijl ik eigenlijk nooit echt dingen bestel met Black Friday. Maar ja, misschien ook omdat ik dingen heb besteld voor de woning zelf. Dus ja, het komt allemaal goed. Alles beetje bij beetje. En voor de rest, niet echt veel op de planning. We hadden nog leftovers van bami en pasta. Dus dat gaan we vandaag eten. Kijk, dit drankje, Larry zegt fake makusa, is zo en zo en zo lekker. Oh ja, deze week is de aanbieding van die sap, dus ik ga een paar kopen. Van deze. Ik vind het zo lekker. En ik vind drinken echt belangrijk. Ik ben echt een drinker dan meer een eten. Ja, ik ben echt meer een drinker. Ik hou meer van drinken dan van eten. En ik vind drinken echt belangrijk. Als iets er niet is wat ik niet lust. Ik ga trouwens nu deze drinken, guava. Ook span. Dan kan ik echt geïrriteerd raken. Ik hou denk ik meer van sapjes dan van prik. Zo span. Het is echt lekker dit. Ees slaapt nog boven, want dan net even. Larry had al gekocht, de moedermelk even gegeven. En deze jongen sliep lang hoor vannacht. Ik ben echt een paar keer gaan kijken. Ik sta wel echt op om te kijken of gaat alles wel goed. Weet je, misschien kijken. Hij sliep lang. 6-7 uurtjes zo, 6-7. Ik dacht wat? En bij elk geluidje toch, dan schrik ik en dan ga ik kijken van oh, wordt hij wakker? En dan ging ik kijken zo toch? En dan was hij gewoon diep in zijn slaap. Ik denk dat heeft hij echt van zijn vader, man. Van slapen heeft hij echt van zijn vader. Dus ik bemoei niet. Ja, dus ik ga lekker soms ontbijten. Ik ben blij dat mijn kerstboom. Oh ja, mijn kerstboom komt vandaag binnen. Yay! Ik heb een zwarte kerstboom en die komt vandaag binnen. Dus ik heb er zin in. En ik heb een cadeautje voor mezelf besteld voor kerst. Dus die ga ik gelijk inpakken. Die komt vandaag ook binnen. Ga ik inpakken. Ga ik hem gelijk onder de boom zetten. En dat was het. Ik wil nog iets voor Ace kopen. Larry heeft iets voor Ace gekocht. Een heel leuk speeldol of iets. En ik ga denk ik gewoon een pakje kopen. Ik heb een paar leuke dingetjes gezien. Dus die ga ik kopen. Sorry, ik kan de hele dag drinken voor hem. Dus ja, ik heb een leuke. Ik denk dat ik gewoon een kleding setje ga kopen. En iets waar hij mee kan spelen. Maar ik weet niet, Ace is zo'n een kind die heel onboarded is. Dus je kan iets voor hem kopen, toch? En dan zeg ik, eens kijk, kijk. En dan doet hij zo gewoon. Misschien moet het nog komen hoor. Maar ik weet niet wat ik echt. Maar Larry heeft echt zoiets gekocht. Waar je echt gewoon in moet kruipen en zo. Dus dat is wel leuk. Dus dat dan. Ik praat nu echt zoveel. Dus vanavond komen collega's van Larry. Dus dat was het. Ik heb veel gesproken. Mijn rozen zijn er nog. Ze beginnen langzamerhand een beetje lelijk te worden. Maar ik ben zo dol op rozen. Dus ik laat het gewoon even staan. Daarom ga ik nep rozen doen in die fase. Dan heb ik geen issue.
Maar ja, ik heb te veel gesproken. Ik ben blij dat mijn kerstboom vandaag binnenkomt. Ik weet niet wanneer Leilani zou komen met de moeder om samen met me die boom te versieren. Maar ja, ik weet niet wanneer ze komen en ik wil ook niet te lang wachten. Ik kan gewoon niet wachten tot mijn huis een beetje af is. Gewoon warm, je komt binnen. En ik vind het nu zo kalig. Het is gewoon echt koud. Dus ik wil echt dat het warmheid komt. Maar ja, ik spreek jullie. Ik ga even een croissantje proeven. Mag ik het proeven? Dit. Kijk hoe span. Eigenlijk met chili saus. Kijk, dit is het. Ik ga nu eten. En dan ga ik even een vlog kijken. Straks ga ik naar boven, want ik moet alle was wegruimen. Kijk hè, mensen. Ik heb nooit vanuit huis gekregen dat ik zeg maar, als je hebt gewassen, gelijk zo'n wasmand heb, zodat je alles gelijk in één keer strijkt. Maar sinds toen ik met Lari ging, deden ze daar wel, zeg maar. Dus ik moet die draai nog vinden om alles, zeg maar, nog te strijken in mijn planning. Ik moet nu echt eerst die draai vinden in mijn mommy lifestyle. Als ik naar werk ga, vroeg, eerst douchen, dit. Dat heb ik echt nog niet onder controle. Ik heb wel een planning voor mezelf gemaakt dat ik sowieso eerst douche voor 10 uur. Weet je? En ik douche daarvoor, zeg maar. Dus dat is het, maar ja, dus dat moet ik nog even, ik moet daar nog mijn draai in vinden. Maar ik ga genieten, even smaken schat, ik ga nog genieten van mijn croissant met worst. Ik ga denk ik nog een sausje erbij pakken. Love it. Dus ik spreek jullie, ik praat echt zoveel, ik ga mijn camera ook opladen. En dan pak ik jullie sowieso erbij als ik de kerstboom ga versieren. Een hele goede morgen, welkom bij een nieuwe dag. Vandaag is het woensdag. En het is een nieuwe maand. Last month of this year. Oké, het gaat echt super snel. Ik ben klaargemaakt. En het is 10:45. Ik zal denk ik eerder klaar zijn, maar ik was een uur lang aan het bellen met mijn vriendin Larissa. We zijn nu ook allebei moeder. En ze heeft nog ook een eigen bedrijven. Ze heeft ook een eigen salon, dus we spreken elkaar niet zo heel erg vaak. Maar wanneer we met elkaar praten, ik heb echt 1,5 uur zo met aan de tel gesproken. Dus ik heb eerst klaargemaakt. Ik was al 6 uur gedoucht. Ik douche super vroeg, elke dag. Als ik de laatste borst heb gegeven, nou maar de laatste is niet de laatste. Als ik in de ochtend borst heb gegeven en dan valt eerst meestal gelijk in slaap, zeg maar. Dus dat leg ik hem nog even in bed en dan ga ik klaarmaken. Dus dat heb ik gedaan. En toen ik klaar was gemaakt, sliep Ace nog. Dus dan kon ik nog even een ditje doen, want ik was moe. En toen was Ace wakker geworden. En toen heb ik hem voeding gegeven. Ik had veel gekookte melk, dus ik had hem een flesje gegeven. Dat ga ik trouwens allemaal nu steriliseren. Terwijl hij slaapt. Ik heb hem toen gedoucht. Hij is nu, ligt nu in bed een dutje aan het doen. Ik heb hem beneden gebracht. Ik ben nu naar beneden gekomen. En dan ga ik even alles steriliseren. Ik moet nog ontbijten. Ik had net wel een mandarijntje gegeten. En die spiegel staat nog steeds op de gang. Daar moet al die dingen gaan fixen. En alles komt beetje bij beetje binnen. Oh ja, vandaag komt pas mijn kerstboom binnen. Dus vandaag ga ik het erop zetten. Daar ben ik super blij mee. Dan heb ik tenminste nog een beetje wat te doen. Ik heb wel wat te doen, want ik zeg je eerlijk, mijn dagen gaan zo snel dat ik niet eens tijd heb voor mezelf of zo. Weet je? En Larry is vandaag weer begonnen met werken en ja, het is best wel lastig hoor. Nu moet ik alles zelf doen. Is niet erg. Ik doe meestal de ochtend en hij de avond. Dat hebben wij zo verdeeld. Ik doe de ochtend qua douchen en zo. En hij doet de avond. Gisteren waren Larry's collega's hier. Echt zo leuk. Ze waren hier gekomen. En ze hadden wat meegenomen. We hebben een kaart gekregen van hen. En hier staat leuke berichtjes van al Larry's collega's. Heel lief. En we hebben een cadeaubon gekregen van Nike. Met 150 euro.
Wat? Echt zo lief. €150 hebben ze allemaal ingezameld. Voor Ace. Ja, echt super lief. Ik had toevallig gisteren, eergisteren was een Cyber Monday. En daarvoor was een Black Monday. Dus keek ik al die Nike zei. Want ik zag superleuke sneakertjes voor Ace. En ik ging echt twijfelen. Ik weet niet waarom ik ging twijfelen. Misschien omdat ik heel veel al heb uitgegeven. Ik heb echt veel uitgegeven. Black Week en Cyber Monday. Ik weet niet wat er met me aan de hand is. Maar ik ging twijfelen en nu heb ik spijt van die sneaker. Want ik ging eigenlijk twijfelen omdat ik bang was dat iemand deze sneaker al voor me had gekocht. Want een vriendin van me die zei dat ze een sneaker had gekocht voor Ace. Maar was 25% op de hele collectie was er en nu is het weg. Dus ik liet Larry gisteren pas toen we die cadeauban hadden. Ik kreeg pas hier welke sneaker ik wilde kopen. Toen zei Larry, oh je moest het echt kopen en zo. Kijk, dit is het. Ik vind deze echt mooi en ik hou echt van bruine kleuren, dat weten jullie nu wel al. Ik vind het echt tof hoor. Deze wil ik eigenlijk kopen. Ze hebben nog alleen maar minimaten, dus, dus misschien koop ik het wel. Ik weet het nog niet. En Larry wil denk ik een trainingspak kopen voor eens Nike Tech of zo, maar dat zien we zo meteen wel of later. Of we wachten gewoon tot de sale en dan heb je veel meer voor wat je, ja. Yeah. Veel meer items kunnen daaruit kiezen. Dus echt super lief dat ze zijn gekomen en dat ze dit hebben gegeven. Echt top. En we hadden nog zo'n kerstdragen gekregen en twee speen doekjes. Maar die hebben we allemaal in de was gedaan, dus die heb ik niet kunnen laten zien. Maar echt zo'n leuke oversized kersttruitje. Dus dat kan hij ook met kerst aandoen. We hebben al zeg maar met z'n drie hebben we een hele leuke kerstoutfit van de Primark, dus dat gaan we ook aantrekken. Ik denk wanneer we gaan ontbijten of zo. Ik ga een ontbijtje voor mezelf maken. Ik denk dat ik een tosti ga maken, ham en kaas. Eerst doet een dutje, dus ik kan nu echt weer momenten pakken. Ik weet niet of ik een koffie wil. Ik wil zo graag een koffieapparaat hebben, maar ik wil een goede koffieapparaat samen met een dat je ook gelijk melk kan opkloppen. Dus ik wil zo graag. Larry drink gewoon een koffie, een zwarte koffie en dan lost hij het op. Maar dat vind ik wil gewoon cappuccino of zo. En als ik dat gewoon thuis had, had ik het gewoon echt zo lekker, lekker gevonden. Maar dat heb ik dus niet. Dus ik denk dat ik een kopje thee ga maken. Ik ga gewoon ontbijten. Ik zie jullie straks. Het is mijn ontbijt / lunch. Gierig. Maar ik moet genoeg eten voor borstvoeding. Heerlijk. Hi mensen, ik ben er weer. Het is inmiddels al middag. En als jullie zien hoe Ace naar me kijkt. Hij is net de hele dag aan het piepen. Mee, 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 mee. Hij is mooi, hè? Hij gaat de hele tijd. Mee, mee, mee. En nu ben ik mijn cadeautje aan het inpakken. Dan kijkt hij zo geïnteresseerd dat ik aan het doen ben. Weet je, want ik dacht, schat, je bent moe. En is het echt zo hoog helemaal te draaien naar mij van wat doet mijn moeder? Want mijn moeder wil me dit keer niet meer op gaan tillen. Ja, schat. Ik hou heel veel van mijn kind, maar ik moet ook door. Ik hou echt van inpakken. Ik heb gewoon een cadeautje van mezelf ingepakt waarvan ik weet wat ik al krijg. Maar ik vind het wel leuk. Ik heb trouwens net, was er een private sale bij Bijenkorf. Ik ga weer naar mijn kind. Hij wil niet dat ik praat. Gaat het eens? Er is niks, hè? Er is niks. Hij heeft net gegeten. Ik ben even verschoond. Hij wil gewoon niet slapen. Dus ik ga even naar hem toe. Momentje. Ook een dingetje. Dat als ik die speen in doe. Hij houdt niet van zijn speen, hè? Maar soms moet je wel even. Soms geef ik hem wel die speen als hij best wel bevindt is. Maar hij weet gewoon echt wat hij doet, hè? Hij doet gewoon zijn speen uit. Zodat, en dan gielt hij alles bij elkaar. Zodat mama komt. Maar er is niks aan de hand, hè? Kijk. En dan gaat hij me aankijken. Ace. Mag niet, hè? Mag niet. Hij gaat vanzelf zo slapen, maar duurt wel even. Ik denk echt dat mijn zoon. Ja, dat hij niet een makkelijk kind gaat zijn, denk ik. Hè? Hij weet echt wat hij aan het doen is. Hij gooit van de spin, hij kijkt me aan. Hij denkt, ja. Oh, maar jij gaat naar me toe komen hoor. Dat is wat hij doet. Ik hou er echt van. Maar soms ga ik helemaal stuk. Larry en Nick.
dood lachen. Soms lachen we dood gewoon. Zo mooi ingepakt. En dan ga ik nog even van die lusjes erop doen. Ja, ben ik blij mee. Maar wat ik zeggen is, er was net een private set bij Bijenkorf. En je had 50% op geselecteerde items. Dus ik heb een hele leuke chiffon sheet truitje gekocht voor Ace. Maar ja, het is wel pas maat 92. Maar ja, ik denk dat hij ergens volgend jaar kan aantrekken. Want ik heb ook nog Nike Dunk. Nike, zeg ik het goed? Nike's vorm gekocht in ieder geval. En dat zal hij dan heel leuk kunnen aantrekken. Ik moet weer naar mijn kind. Ik ga hem gewoon even sussen. Want hij wil echt niet slapen. En hij is gewoon echt moe. Kijk, dit hoor je. Acey! Ace! Dus ik ga naar hem toe. Ja, mommy lifestyle. Mijn grote Acey is hartstikke moe en die wil niet slapen. Oeh, love you. Ik ga mezelf gewoon ook verwennen hoor, met kerst. En dan zet ik het lekker onder de boom. En Larry en ik gaan voor elkaar een bepaald budget en dan voor elkaar dingen halen. Binnen het budget. Binnen het budget. En voor Acey, ja, die verwennen we ook gewoon. Larry heeft al wat gehaald. Ik spreek jullie. Doei. Dit is het geworden. Blij mee. Ik wil eigenlijk ook nog zo'n zilveren inpakpapier hebben. Maar dit is het geworden. Love it. Oké. Ik heb ingepakt net en papa heeft pauze. Dus ik ga dan gelijk koken. Want Acey was, zoals jullie hoorden, best wel pieperig. En hij wilde totaal niet slapen. Dus zijn vader is beneden. Hij heeft pauze. Dus ik dacht, oké. Is de kans om snel te koken, zodat ik straks niet meer daaraan hoef te denken. En ik had rundvleesstukjes uit de vriezer gehaald. En wat ga ik koken? Mijn lievelings. Wok met curry en kokosmelk. Deze gebruik ik altijd, groene curry. Doe je kokosmelk. En qua groentes doe ik erin. Peulen, courgette en paprika. En ik gebruik deze wok, de meal, die brede noedels. Ik ben echt blij met deze noedels. Ik vind deze echt lekker. Ik had al een paar erin gezet. Wilt u meer? Huh? Ik weet niet of dit gaat lukken. Oké, dus dit ga ik laten koken. Dus ondertussen ga ik een ui snijden, knoflook. Snijplank. Ik had even knoflook in mijn eten, maar een tijdje had ik het niet meer in huis. Omdat mensen zeiden, misschien is dat ook een fabeltje, dat als je te veel knoflook, eet en je geeft borstvoeding, kan je kind kramp krijgen. Dus ik was een beetje gestopt daarmee. Maar eet zijn buik moet gewoon wennen. Ik merk wel als ik dingen met tomaten eet, dus want heel veel Afrikaanse mensen eten veel met dingen met tomaten. Of laten we zeggen, Ghanese mensen eten veel dingen met tomaten. En ik merk echt als ik iets met tomaten eet, dat hij echt kramp heeft. Maar ja, ik heb echt laatste tijd zin in een Ghanese eten. Ik ga trouwens vragen als mijn zus komt of ze wat kan meenemen. Ik heb dus nu knoflook. Die snijd ik en dan ga ik uitsnijden. Ik ga alle groenten snijden, zodat ik zo direct gewoon alles... in eentje kan wokken. Ja, dus ik ga jullie zo meenemen. Ik ben bezig met alles snijden, fijn snijden. En dan laat ik jullie straks er eens zien. Ik ga ondertussen een lekkere vlog kijken. I'm gonna go.
Dus deze geuren, oh my god, knoflook, ui, heerlijk. En dan nog die chili garlic olie, heerlijk is dat niet even. Heerlijk. Mijn cashbow is binnen. En Larry gaat hem gelijk in elkaar zetten. Dus ik weet niet of ik hem vandaag ga versieren of morgen. Want ik ben nu bezig met eten. Larry is aan bezig. Larry is aan bezig. Yay! Ik ben echt blij. Gewoon wil ik gewoon dingen onder die cashbow zetten. Ik heb zoveel geld uitgegeven. Ik wil gewoon leuke dingen onder de kerstboom zetten. Want ik heb het eigenlijk nog nooit. Kijk, mijn moeder zette altijd wel een kerstboom. Maar we gingen nooit echt cadeautjes onder die kerstboom zetten. En nu dat ik mijn eigen huis heb en zo, wil ik gewoon die vibe creëren van oh my god, kerstmis. Cadeautjes eronder en zo. Namen erbij. You know the vibes. Ook iets vandaan komen. Dus mijn baby is bezig. Kijk. En ik ga verder met het eten. Doei! Uit, maar dit is zo delicious. Is echt lekker, man. Ik hou er echt zoveel van. Ja, yeah, dus ik ga het nu opscheppen. En eigenlijk moet er een limoentje daarnaast. Maar ja, dat heb ik niet. Dus maar niet zo ver uit. De bunny is ready. Voilà. Voilà. Heerlijk is dit. Ik drink dit erbij. Ik mag nog steeds geen alcohol. Maar ik ga dit erbij drinken, 0%. Ik vind het zo lekker. Ik hou sowieso van citroendrankjes. Met mijn wok. Heerlijk. Kom je ook eten? Dat moet zo direct alweer borstvoeding geven. Doei.